Hoe vier jij de vrede en de bevrijding? Door zometeen op te treden om 4 uur met mijn band. Hallo, mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. Hoe vier jij de bevrijding? Dat we allemaal in vrede leven met elkaar. Dat we gewoon allemaal gezellig gewoon een feestje kunnen bouwen. Ja. Zo perfect. Zin in een leuk feestje? Sowieso, elke dag hè. Maar we hebben zo lang moeten wachten om een klein beetje de vrijheid te mogen vieren. Ik ben al lang blij. Wat is voor jou vrijheid? Geen stress. Niks voelen. Genieten. Dat je eigenlijk kan doen wat je wil, zonder dat iemand jou daarin beperkt. Ik denk dat dat voor mij vrijheid is. Een vrijheid dat je alles kan doen, kan zeggen. Op een beschaafde manier natuurlijk. Maar... Ja. Dat we hier in vrede kunnen leven. Ja, dat is voor mij vrijheid. Lekker biertje in je handen? Jazeker. Zeker. Is dat voor jou vrijheid? Voor mijn vrijheid? Is dat voor jou vrijheid? Een biertje? Nee. Een biertje voor de gezelligheid. Wat is voor jou vrijheid? Vrijheid is een heel moeilijk begrip natuurlijk. Maar vrijheid is toch wel dat ik kan doen wat ik wil doen. Op het moment dat ik het wil doen. En niet dat ik gedwongen word om iets anders te doen dan anderen. Wat is vrijheid voor jou? Geen idee eigenlijk. Nou ja, gewoon dat we hier kunnen staan vandaag en gewoon gaan en staan waar we willen. En dat je eigenlijk nergens meer zorgen om hoeft te maken. Ja, gewoon kunnen doen wat je wil. Feesten, leven, lachen,